En als we het over onderzoekers hebben, dan hebben we het onder meer over de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. Bestuursvoorzitter Marcel Levy is hier aanwezig en die zal ons ongetwijfeld aangeven het belang van zo'n prachtig systeem voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Marcel, mag ik je uitnodigen? Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Het is een enorme eer, maar natuurlijk ook een bijzonder genoegen om hier aanwezig te mogen zijn bij de opening van de nieuwe nationale supercomputer. En dat gezegd hebbende, toen ik hier naartoe fietste, dacht ik, opening, open je een computer eigenlijk? Ik weet niet precies hoe je een computer opent, maar ik kon heel eerlijk gezegd ook geen beter woord verzinnen, want lancering van een supercomputer van 20 miljoen lijkt me nou ook niet helemaal een geschikt woord. Maar hij gaat beginnen en daar zijn we natuurlijk allemaal heel blij en heel trots op. Dames en heren, het klinkt een beetje melodramatisch, maar ik geloof persoonlijk echt dat we op dit moment een renaissance van de wetenschap doormaken. Het gaat zo snel vooruit, eigenlijk bij alle disciplines. De grens tussen wat we niet wisten verleden jaar en wat we nu wel weten, die verschuift steeds sneller. En dat is fascinerend. En bovendien denk ik dat de wetenschap steeds overtuigender aantoont dat het inderdaad antwoorden genereert op maatschappelijke problemen. Of dat nou klimaat is, of energie, of misschien wel infectieziekten. Het aantal voorbeelden is er te over. Geweldig dat wetenschap daartoe in staat is. Maar het succes van de wetenschap zit zichzelf ook wel een beetje in de weg. Want met al die activiteit worden er zoveel gegevens, waarnemingen, data gegenereerd. Het steeds moeilijker wordt om die op een correcte wijze te interpreteren. Dus het hele issue in de wetenschap is momenteel helemaal niet zozeer meer gegevens bij elkaar te krijgen. Maar het gaat er eigenlijk meer om hoe je met die gegevens kunt omgaan. En of het nu gaat om experimenten, gegevens uit experimenten, of een heleboel data die voortkomen uit simulaties, of het nu gaat om data die toch al wordt verzameld in het kader van onze gezondheid of sociale situatie, of het nu gaat om digitalisering van bestaande kennisbestanden, of het nu gaat om het koppelen van verschillende databestanden. Het aantal data wordt groter en groter en groter. En hoe ga je daar nu op een efficiënte manier mee om? Dus meer data is op zichzelf, het verkrijgen van data is helemaal niet meer het probleem van de wetenschap. Het is meer het ordenen en analyseren van die data. Nou, hoe doe je dat? Met heel veel rekenkracht. En dat is natuurlijk wat een supercomputer voor ons kan gaan betekenen. En al betekent, want het is niet de allereerste supercomputer, maar deze geeft ons net weer eventjes dat zetje wat we in Nederland nodig hebben. Naast alles wat we al hebben, misschien lokaal bij universiteiten en wat we kunnen gebruiken in Europees verband. Dus het is eigenlijk fantastisch dat we dat met z'n allen toch op een tamelijk, ik ben pas in april begonnen natuurlijk, dus ik heb al die ellende niet meegemaakt, op een tamelijk frictieloze manier voor elkaar weten te krijgen. En dat is dan een heel groot compliment. Nederlandse wetenschap doet het heel goed. Nederland speelt echt mee in de Champions League van de wetenschap. Nou, ik weet zeker dat ik nu alweer heel veel boze tweets ga krijgen na deze opmerking. Maar het is gewoon wel zo. Ja, je kunt er niet omheen. Maar we willen natuurlijk graag op dat niveau blijven. Want het is belangrijk voor ons land als kennisland, voor de verdere ontwikkeling van onze samenleving. Ik denk niet alleen aan economische voorspoed, maar natuurlijk ook aan zaken als maatschappelijke ontwikkeling en culturele stappen voorwaarts die we met z'n allen graag willen nemen. Voor dat alles is wetenschap instrumenteel belangrijk en daar heb je dus een goede infrastructuur voor nodig. En het ter beschikking hebben van een computer die ons daarbij helpt is fantastisch. Het is eigenlijk geweldig dat we dit met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Ik kan helaas niet alle namen noemen van mensen die hierbij betrokken zijn geweest, want dat zijn er heel erg veel, maar misschien wel een aantal van de instituties. En in de eerste plaats is dat natuurlijk toch SURF. Jet, nou, ik zal jouw naam dan noemen, maar eigenlijk jij en jouw team. Ik heb het genoegen om ook een heel klein beetje in het buitenland te mogen kijken en te hebben gekeken hoe wetenschap georganiseerd is. En zoiets als SURF, dat bestaat eigenlijk niet in de vorm zoals wij dat kennen in Nederland in andere landen.
En daar hebben we een gigantisch voordeel. In Nederland is het adagium toch dat we denken dat we meer kunnen bereiken als we samenwerken. En ik denk dat SURF daar een fantastisch voorbeeld van is. En zonder die organisatie waren we echt een stuk minder slagvaardig dan we op dit moment zijn. Dus dat is echt wel een felicitatie waard. En natuurlijk mopperen we de hele dag op de overheid, die natuurlijk niks doet, er geen geld beschikbaar stelt voor wat wij allemaal belangrijk vinden. Maar hier komt toch wel eventjes 18 miljoen van de overheid als gevolg van investeringen in het ICT-beleid die de overheid zich had voorgenomen. En ook dat, ja, daar kunnen we niet omheen, is gewoon een compliment waard. Ze heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gebruikt als vehikel om dat geld goed te doen landen. We hebben een permanente commissie grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Die heeft een subgroepje gekeken hoe dat geld het beste besteed kon worden. En ik denk dat dat deel van het traject op een buitengewoon prettige manier verlopen is. Dus dat is ook een groot compliment voor alle mensen die daarmee te maken hebben gehad. Nou, dit is niet de eerste supercomputer in Nederland. Dat is net al heel mooi aangetoond. Maar het is natuurlijk ook niet de laatste supercomputer in Nederland. Dus ik ben heel erg blij als ik lees dat het niet alleen goed gelukt is om de financiering van deze Snellius supercomputer te realiseren, maar dat er nu al wordt nagedacht over wat we moeten doen over een aantal jaren. Dat we al een beetje aan het sparen zijn voor wat we moeten investeren in de jaren hierna. Want dit zijn langlopende trajecten. Dit zijn geen punten. Maar dit is eigenlijk een continue lijn die we vast moeten houden. Want het ordenen en analyseren van data gaat natuurlijk de komende decennia niet weg. En zal alleen maar, denk ik, een grotere vlucht nemen. Dus ja, heel veel reden om vandaag een klein feestje te vieren. Om de nieuwe supercomputer te openen, te lanceren of welk werkwoord u daar ook voor in gedachten heeft. Ik denk dat we allemaal best heel trots mogen zijn op wat er bereikt is. Maar natuurlijk kijken we vooral met heel veel verwachting en ook heel veel optimisme uit naar wat die nieuwe supercomputer ons in wetenschappelijke zin gaat brengen. Dus de komende jaren zijn wat dat betreft vrolijke jaren. En ik hoop dat u het met mij eens bent dat we inderdaad daar onszelf een heel klein schouderklopje voor mogen geven. Dank u wel. Dankjewel Marcel. Prachtige woorden wat mij betreft. En Jet, als ik voor jou mag spreken, dan neem ik aan dat je de felicitaties van harte in ontvangst neemt. Sowieso. Dat is bij deze gebeurd dus. Dankjewel Marcel. Zeker het datastuk wat je noemde, en Walter liet dat ook al terugkomen in zijn presentatie. We hebben specifiek ook zeg maar, een aantal codes erin gebracht die wat meer op data en datatoegankelijkheid en dataverwerking testen dan alleen op het pure rekenwerk. Goed te horen en zeker ook goed te horen dat we een vrolijke toekomst tegemoet gaan. Nogmaals dank.